allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Jamie Lee. Het is al even geleden dat jullie mij hebben gezien in vlogstijl. Maar welkom bij deze nieuwe vlog. De laatste vlog was volgens mij wintersport en we gaan vandaag naar Kenia. Dat is nogal een verschil. Dat ga ik niet alleen doen. Dat ga ik namelijk doen met Mirai. Hallo. Hallo. Mirai is een collega van mij en we gaan voor werk naar Kenia toe om anderhalf week lang vrijwilligerswerk te doen. En daarna gaan we nog op safari. Dus we hebben er heel veel zin in. En ik ga jullie gaandeweg in deze video uitleggen wat wij nou allemaal gaan doen eigenlijk. En we zitten al achter de douane, zoals we het even noemen, op Schiphol. Het ging allemaal erg vlot. Het ging vlot. Echt wel. Ja, we zijn er heel blij mee. We hebben geen idee hoe deze reis zich gaat voortzetten. Maar we hebben er zin in. Dat vooral. Dat vooral. Oké. Okay. We zijn nog niet vertrokken. We zitten al een half uur te wachten voordat we gaan. Het wordt al wat minder warm, maar het was hier net even bijna een crematorium. Oh my lord. We hebben er nog steeds zin in. Wat een drama om die immigratie door te gaan. Maar alle koffers zijn er al. Oh my god, wat een drama. Oké. Dit wordt een storytime, maar voor nu is het nog leuk. Oh jongens. Dit is de eerste update weer met camera. Maar de rest hebben jullie allemaal gezien met de telefoon. Maar oké, wij zitten nu momenteel op Nairobi. De krentenbollen worden uitgedeeld. Wat een verschrikking. Het is echt verschrikkelijk hier ook. Ik heb het bloedheet. Ik ben echt doorweekt. Mijn drone is net ingenomen. Die mag ik dus niet gebruiken deze reis. Ja, het gaat echt lekker. Het gaat echt top. Ik update jullie straks wanneer we in het hotel zijn. Maar het gaat nog even duren. Want het is nu 9:30 en Mirai en ik vliegen nu pas om 3:00. Hashtag genieten. Oké, groet aan je moeder. Ligt onze koffer erin? Oh ja, ik zie hem. Oké, goed zo. We hebben weer strompassen, kijk. Ja, eindelijk. We gaan eindelijk naar de massa. Oh, wat een reis. Wat een reis. Voor de followers. Mirai. We zitten eindelijk in het busje. Yeah. Volgeladen. Oh. Heerlijk. En we gaan nu rijden. Nog anderhalf uur. Nog even anderhalf uur rijden, jongens. Zin in, echt. Zin in. Oh. Morgen.
allemaal. Het is vandaag donderdag. Donderdag? Ik weet alleen even niet wat de datum is, maar zoals gewoonlijk zie je die honden in beeld. Ik heb gisteren de video niet afgemaakt. Ik was heel erg moe. We zijn aangekomen in het hotel. Ik weet niet of ik dat überhaupt heb laten zien. En wij zijn vandaag al op de school waar we de aankomende week gaan werken. We zijn bij Mamba Primary School en High School uit mijn hoofd. Met de Dutch Dental Care Foundation. En we gaan heel mooi werk verrichten deze week. En ik ga jullie gewoon in de video wat meer vertellen over wat er deze week allemaal gaat gebeuren. En wat we dus gaan doen. Het was al een hele toffe rit hier naartoe. En we gaan vandaag gewoon lekker aan de slag. En proberen om de schoolkindjes hier zo goed mogelijk te helpen. Echt zin in. Dus dat gaan we doen vandaag. Ik neem jullie een beetje mee achter de schermen. Let's go! Mee. Je hoort de generator op de achtergrond. Maar Mirai en ik zijn dus mee met Alice van de Healthy Teeth Foundation. En waarmee we dus preventielessen gaan geven. En dat zijn we dus nu aan het doen. Wat super leuk is. Dus ik neem jullie gewoon mee hoe dat er aan toe gaat. En voor de rest heb ik het bokken warm. en ik geniet ervan. Ja, ik vind het allemaal erg leuk om al die kindjes te zien. Dus voor de rest gaat het allemaal goed. Heb je er ook nog steeds zin in? Heb je er zin in? Ja? Heb je het werkend gekregen? Huh? Heb je het werkend gekregen? Nee. Lekker bezig. Nou ja, jongens, we gaan verder. En het gaat echt als een tierenlier. Het is super leuk. En om met die kindjes bezig te zijn en met de kinderen, die hebben ze ook heel veel vragen. En wij zien er natuurlijk raar uit voor hun. Dus dat is ook wel grappig, als je wordt eigenlijk altijd aangestaard. Maar ik ga jullie ook even vertellen wat we dus hier nu aan het doen zijn. Want ik ben dus hier met mijn werk voor Infomedics mee met de Dutch Dental Care Foundation. Het ziet ook op mijn shirt staan. Waar dus lessen worden gegeven en waar dus behandelingen worden uitgevoerd op scholen hier in Kenia. Super tof. Nou, ik zal jullie ondertussen even wat beelden laten zien van hoe dat er hier dus aan toe gaat. Dus die zien jullie nu. Bij de afwas te doen. Hallo. Ik zeg, ze zijn de afwas aan het doen, dus dat moet ik even laten zien. En we zijn hier dus de hele week. Echt super tof. Om dus gewoon 1200 schoolkinderen en heel veel locals dus te helpen met hun gebit. Nou, dat is iets dat is wel heel erg tof om te doen, toch? Dus en we zijn hier op de school.
super gaaf. En ik ga gewoon zoveel mogelijk en zo goed mogelijk dingen voor jullie proberen vast te leggen. Wat natuurlijk kan, ik ga geen creperende mensen in tandartsstoelen vastleggen, want dat is niet leuk om te zien of ook niet leuk voor die mensen. Dus dat. Dus ik weet niet hoe lang deze vlog gaat worden. Ik weet niet hoe lang deze vlogserie gaat worden. Ik denk dat het een tweedelige gaat worden. Eentje waar we fully focused zijn op DDC en het werk ook van de Healthy Teeth Foundation. En daarna dat we gaan focussen op de safari die Mirai en ik gaan doen. Wat natuurlijk ook heel erg leuk is. Dus dat hoi! En je wordt ook hier overal aangestaard en hoi zeggen. En dat is allemaal leuk. Maar oké, dat was het voor deze keer. De volgende update komt vast later. Doei! Goedemorgen allemaal. Het is de volgende dag. Het is vrijdag. En ik heb gisteren de hele vlog niet meer afgesloten. Maar we zijn in ieder geval de volgende dag. En iedereen is nu al alles klaar aan het zetten voor vandaag. Zodat we weer lekker veel mensen kunnen gaan helpen. Superleuk. We hebben net al een heel tof onthaal gehad. Ik weet niet, jullie hebben dat als het goed is hiervoor al gezien. We gaan er gewoon weer een mooie dag van maken. Vandaag gaan Mirai en ik weer mee met de Healthy Teeth Foundation, zeg maar. Om dan weer met die voorlichting te helpen. En dat? Ja. Ik vind het helemaal leuk. Ik vind het al die indrukken van gisteren echt. We gaan het vanavond even uitgebreid bespreken. Maar oké, we gaan aan het werk. En wij gaan vanmiddag naar een school met 700 meisjes. Het is een boarding school, dus dat betekent dat ze daar ook wonen. En we gaan dan aan 700 meisjes tegelijkertijd lesgeven. Ja, wordt een ding. We gaan er nu de voorbereidingen voor treffen en dan neem ik je even mee. Dus doei! We hebben hier een heel speciaal trafeel hier. Dit zijn de dames die eigenlijk denken, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen hier? Wat zijn dit nou? Ja, mijn dames en heren, wat u nu hier ziet is de reinste arbeidsvreugde en het plezier dat ze hebben met elkaar. Kijk ze daar nou eens even zitten. Oh man! Wat een wow! Nou, komt dit filmpje uit? Ja, nee, deze. De rode, ja? Hier zo. Nou jongens, de dag is al bijna voorbij. Het is 3:30. Dus dat betekent dat we gaan afsluiten. Oh, ik moet wel even een beetje in de schaduw luisteren, want anders zie je helemaal niks. Maar oké, nee, het is 3:30, dus dat betekent dat we gaan afsluiten. En dat we de laatste patiënten gaan doen.
En dan gaan we zo terug naar het hotel rijden. Wij zijn dus straks lekker naar de andere school geweest. Dat was dus een meisjesschool, boarding school. En die beelden heb je natuurlijk gezien. Super tof. Gewoon een heel pand wat gewoon vol was met allemaal schoolkindjes die naar ons gingen luisteren. En dat. Dus ik ga je nog even laten zien wat nu de status is. En dan neem ik jullie nog even gezellig mee. En dan zie ik jullie straks, denk ik, weer in het hotel. Dus. Hallo allemaal. En het is alweer de volgende dag. Ik was redelijk moe gisteren toen wij thuis kwamen van de school. We hebben gisteravond gewoon weer lekker gegeten en de dag besproken en dat. En terwijl ons team nu weer terug naar school is vandaag om dus de kids te gaan behandelen en de locals, is Jamie hier in de hotelkamer. Ik ben niet naakt, ik heb mijn bikini aan. Oké, even dat jullie dit weten. YouTube, ik ben niet naakt. En waarom? Eén, omdat er heel veel foto- en videomateriaal verwerkt moet worden, wat ik moet doen natuurlijk. En de elektriciteit op die school is niet zo betrouwbaar en ik wil niet dat mijn laptop gefried wordt. Dus daarom ben ik hier. En mijn longen gaan niet zo lekker. En ik heb heel veel moeite met lucht krijgen, wat natuurlijk wel essentieel is als je je dag wil doen. Dus daarom ben ik even een dag hier om even te acclimatiseren en gewoon rustig aan te editen. Dus dat ben ik aan het doen. Het gaat nog niet van een leidakje, want de wifi is echt traag. Niet normaal. En normaal gesproken heb ik geen wifi nodig om te editen. Maar ik heb een preset gemaakt op mijn telefoon. En die moet ik dus nu naar mijn laptop krijgen. Snap je het verhaal? Ja, dat moet over wifi. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dus ik heb gehoord dat er een cafeetje hier ergens om de hoek is. Een koffiecafé waar je lekker koffie kan drinken. Met goede wifi. We gaan even wagen om die kant op te gaan, denk ik zo. Ik ga het eerst nog even in de lobby proberen. En als dat niet zo is, dan horen jullie dat wel weer. Dus dat, ja. En voor de rest, het is sowieso een halve dag vandaag. Dus als het goed is, komt het team zo direct terug. Of ze zijn al onderweg terug. Of ze stoppen er volgens mij om 2 uur mee, maar ik weet het niet zeker. Dus dat. En dan hebben we morgen sowieso vrij. Dus ik ga even verder kijken of ik ergens een plekje kan vinden om te editen. Met goede wifi. En dan zie ik jullie later allemaal. Hallo allemaal, het is inmiddels de volgende dag. Ja, het is zondag. De dag dat we officieel vrij zijn. En wij gaan nu over het strand lopen naar een tentje waar we gaan lunchen met z'n allen. Ik heb net al even gezwommen. Heel lekker. En voor de rest ga ik jullie meenemen op deze chille dag. Maar ik zeg let's go, want ik moet gaan. Maar echt mooi over het strand. En het is ook echt super mooi. Moet je kijken. Het is echt. Ik heb het naar mijn zin. Het is echt een lekker dagje vandaag. Helemaal genieten. Ik heb het al bloedjes benauwd. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het helemaal gezellig. En iedereen is ook leuk. We gaan lekker eten. En
toen waren de laatste 2 dagen alweer aangebroken. En dit hoor je goed, het is een voice-over. Ik dacht dat ik namelijk heel leuk wel videobeelden had gemaakt, vlogstijl. Heb ik dus niet gedaan de laatste 2 dagen. Of ik kan die beelden gewoon even niet vinden. Maar in ieder geval, hier zie je dus dat we bij het hotel wegrijden zoals we dat iedere ochtend deden. En dit is de weg waar we minimaal 1 uur over reden richting de school. En daarna kwamen we op een heel leuke soort van jungleweggetje waar je een half uur door elkaar geschud werd. 9 van de 10 keer sliep ik. Dus dit zijn ook de enige beelden die ik een beetje ervan heb. Dus geniet ervan. Nou, en de laatste 2 dagen hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan. Alleen wat er anders was, is dat we dus ook na de lessen, of tijdens de lessen, gingen we ook de controles uitvoeren. Dus dan werden de klassen in 1 keer gecontroleerd. En als er dan iets was, dan kregen ze een heel mooi briefje. En dan mochten ze door naar de kliniek. Dus dat zie je hier, mijn lieftallige collega's in deze chaos van klaslokalen. Dus proberen te doen. Wat natuurlijk ook echt heel erg knap is. Dus kudo's ook naar de tandartsen, de mondhygiënisten, de kaakchirurgen en de assistenten. Want je moet het ook maar kunnen. Nou, en dan zie je dus hier een groep met kids die dus meeloopt en opgehaald wordt voor de kliniek. Waar ze dus een behandeling krijgen. En hier staan ze dan te wachten totdat ze aan de beurt zijn. Nou, en de laatste 2 dagen werd natuurlijk ook nog kaart doorgewerkt in de kliniek zelf. Waar er heel veel gaatjes gevuld zijn en plak weggehaald en noem maar op. Dus dat was echt heel erg leuk. En nou, er werd natuurlijk ook heel veel gespeeld. Iedere pauze weer kwamen de meiden ons ophalen. Of ze alsjeblieft met ons mochten thuis springen. Nou, dat vonden we natuurlijk hartstikke leuk. Dus ik heb dat ook zeker even gedaan. Samen met Roland. Nou echt, ik lag in een scheur. Geweldige man is dat ook. En toen, nou en dit was denk ik wel het tofste van allemaal. Mochten Mireille en ik ook alle 2 meehelpen aan de stoel als assistent. Nou, Mireille eerst onder leiding van Shafi. Super tof was dat. En daarna mocht ik ook aan de bak. Nou, ik mocht echt. Ik vond het fantastisch. Ik kan het niet uitleggen. Ik vond het fantastisch. Dus ik heb er echt van genoten. Hier nog even 2 goede foto's dat ik inderdaad aan het werk ben. Dankjewel, Mireille. En toen ook wel heel mooi zijn de namen van Mireille mij bijgeschilderd op de muur van de school. Dat voelde toch echt speciaal. Daar heb ik zeker een traantje om gelaten. En toen was het eigenlijk alweer tijd voor de afsluiting. Nou, dat was een soort van showtje in elkaar gezet door de school. Als afscheid, als dankjewel. Nou, daar gingen de meiden en de jongens voor ons optreden. Dat was natuurlijk super, super, super leuk. En we hebben er echt van genoten. Zeker de dansjes en de liedjes. En we hebben ook meegedanst. Het was gewoon echt heel veel lol en plezier wat we hebben gehad. Dus dat was gewoon echt heel erg gaaf. Nou ja, en toen was het natuurlijk tijd om doei te zeggen. Dus dat moet ook gebeuren. En dat was eigenlijk de reis. Ja, ik heb echt heel erg genoten. Echt fantastisch mooie herinneringen gemaakt. Ik heb nog veel meer foto's en video's. Maar ja, ik kan het allemaal wel achter elkaar zetten. Maar dan wordt deze video echt knijterlang. En super dankjewel aan het toffe team van DDC, de Gentle Care Foundation en Healthy Teeth Foundation. Ik heb echt de tijd van mijn leven gehad. Dankjewel.